Ik ben Deline. Ik werk sinds 2 jaar bij Cabaret Magique. Ik ben een hele grote fan geweest, altijd al, van de Moulin Rouge. Ik ben hier komen wonen en plots bleek er een Moulin Rouge achter mijn hoek te zijn. En dat was dan Cabaret Magique. Dus ik wou en ik moest daar beginnen werken. Heel dikwijls krijg ik de vraag, cabaret, wat houdt Cabaret Magique in? Dan vergelijk ik het meestal met een groot theater. Heel gezellig aangekleed, heel warm. Waar je terecht kan voor een drankje vooraf van de show. Na de show kan je ook nog een drankje nuttigen. Je kan kiezen tussen verschillende formules met een hapje en een drankje of uitgebreid dineren. Zodanig dat er echt een gezellige avond is voor ieder wat wils. En terwijl kan je ook genieten van de prachtige show. Er zijn eigenlijk 2 favoriete momenten tijdens de service. De voorbereidingen, zien dat alles in orde staat. Eens dat de mensen allemaal zitten of dat alles wel in orde is. Dat iedereen alles heeft wat hij nodig heeft. En dan de finale, omdat je dan ook ziet de mensen, de glimlachen op de mensen in hun gezicht. Dat ze echt een topavond hebben gehad. En dan weet je van, oké, het zijn mensen dat tevreden naar huis gaan en dat je echt hebben genoten van de show en van alles eromheen. Vandaag laat ik jullie met veel plezier zien wat onze aperitief magiek inhoudt. Deze is alcoholvrij en gemaakt met onder andere vlierbloesemtonic, onze huisgemaakte rode vruchtenlimonade, vers geperst citroensap en ruwe rietsuiker. En als afwerking gaan we daarbij ook nog munt gebruiken met een kaneelstokje en rode vruchten. Voor deze cocktail maken we gebruik van een tumblerglas. Dit gaan we op voorhand al goed vullen met ijs, zodanig dat het glas de tijd heeft om af te koelen. Nadat het glas is afgekoeld, gaan we uiteraard dit ijs niet meer gebruiken, maar dan gaan we het wegdoen en vervangen door nieuw. Je kan dit thuis ook perfect doen met gewone ijsblokjes. We gaan eens goed mengen, zodanig dat het ijs overal goed aan het glas komt, want een cocktail uit een gekoeld glas is altijd veel beter. Deze gaan we even aan de kant zetten. En dan nemen we onze shaker erbij, zodat we onze cocktail kunnen maken. We nemen onze shaker erbij. Deze vullen we op voorhand al met een beetje ijs, zodat de dranken goed gekoeld blijven tijdens het shaken. Dan nemen we 3 grote maten van onze rode vruchtenlimonade met het geheime ingrediënt. Dus voor het lekkere zoete smaak te geven aan de cocktail. Dit vullen we dan aan met een klein maatje citroensap. Dit om de balans tussen zoet en zuur toch wel een beetje te creëren. En dan gaan we er nog 1 afgestreken theelepeltje rietsuiker bij doen. Zo. We plaatsen onze top erop goed stevig aandrukken, zodat die alles volhangt met de cocktail. En dan kunnen we beginnen shaken. Nu hebben we gedaan met shaken. Zetten we onze shaker eventjes aan de kant. We nemen ons glaasje erbij. Het ijs dat nu al in het glas is, mag allemaal weggegoten worden en vervangen worden door nieuw ijs. Zodanig dat onze cocktail ook lekker fris blijft. We nemen onze cocktail shaker erbij. Onze strainer. En dan kunnen we deze mooi 2/3 van het glaasje vullen. Dan nemen we onze vlierbloesemtonic en vullen we het verder aan, zodanig dat de sprankeling er mooi in zit in de cocktail. En als afwerking gaan we een takje munt nemen. Zo. Ons kaneelstokje. En afwerken met nog een paar framboosjes. Dit is onze cocktail van het huis. Laat het jullie smaken. Als ik Cabaret Magique moet omschrijven in 3 woorden, mega, geweldig, fantastisch. Bedankt om te kijken. Hopelijk hebben jullie er evenveel plezier aan gehad als mij. En kan ik jullie heel snel eens verwelkomen bij Cabaret Magique. Tot dan!